Hey, daar zijn we weer met een gloednieuwe video. Deze video's zijn heel leuk. Klik op het duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal op naar die 750k. Ja, nog steeds niet. Nee, ik heb het nog steeds niet. En 200k op mijn andere kanaal, let's go. Nee, ik heb twee. Oh, je bek. We doen een wedstrijdje. Oh, ik heb nog steeds niet geüpload. Ja. Ik heb helemaal niet geüpload. We hebben natuurlijk al een keer gedaan wie heeft de meeste abonnees. Vandaag gaan we doen wie heeft de meeste views, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Absoluut. Ik bedoel, abonnees zegt helemaal niks. Ik denk nog steeds dat heel veel mensen daar echt verkeerd mee denken. Dan denk ik van ja, jij hebt bijna 1 miljoen abonnees, dus jij verdient 1 miljoen euro. Maar dat is niet zo, want er zijn mensen met 1 miljoen abonnees die 1 ton views per maand halen. En die zijn gewoon hartstikke dood dus. Je verdient natuurlijk niet met abonnees, je verdient alleen maar met views. Dus het gaat allemaal om views en om centen. En daarom doen we deze video. Let's go! De allereerste Jelly of Ninja, ja. Deze is makkelijk, want ze hebben exact dezelfde aantal abonnees ongeveer. Bij iets van 22, 23 miljoen of zo. Maar meneer rechts heeft minder views dan Jeroen. En meneer links heeft echt 200 mil of zo. 300 miljoen views per maand. En Ninja heeft iets van, nou hier. 340! En hey, besef dat Enzo Knol Ninja dubbelfout. Jongen, die Enzo Knol heeft 3 keer zoveel. Ik vouw hem bijna dubbel. Dat is toch insane, Ninja. Jongen, ik kan je zo 5 Nederlandse YouTubers opnoemen die hem dubbel vouwen. Ja, Don, Gio. Gio, Enzo Knol, ja. Game Meneer denk ik wel. Royalistic ook. Dat is echt insane. Oh! Oeh, deze weet ik niet. Wat telt het bij jou met beide kanalen? Nee, mijn tweede kanaal telt zeker niet mee. Oeh, absoluut niet. Dan denk ik Jeremy, om eerlijk te zijn. Dat denk ik ook wel, want ik upload natuurlijk niet super vaak op dit kanaal. 1 keer per week of zo, Jeremy denk ik 2 of 3 keer. Ik zit volgens mij op 3 miljoen views. Ik denk dat hij op 4 of 5 zit. Maar ik heb natuurlijk nog een tweede kanaal, maar die telt niet mee. Ik zeg Jeremy. Oeh, wat? Jeremy heeft een break genomen. Dat was het waarschijnlijk. Oh. Maar of hij neemt een break omdat hij geen views meer krijgt. Dat kan ook. Maar nee, hij had best wel hoge views. Dus dat is, oké. Okay. Dit wist ik niet. Nee. Bij de fout. Sideman of Kwebbelkop? Dat is gewoon het Sideman kanaal. Ja, dat Sideman kanaal. Dit is lastig, want Kwebbelkop pakt nog wel iets van 80 miljoen per maand of zo. Ja, en Sideman upload maar 1 keer per week. Ja, daarom. En die pakken op die ene video dan wel 20 miljoen views, denk ik. Ja. Ik denk dat Kwebbelkop iets van 150 mil per maand pakt. Nee. Niet? Ja, nou ja, jij moet zelf zeggen. Ik zeg Kwebbelkop. Ik denk Sideman. Oh! Nee! Holy zo close! Damn. Dit scheelt niks. Ik zat zo dichtbij met die 80 mil. Ik had ze allebei hoger ingeschat. Ik dacht beide wel boven de 100 mil. Beetje jammer dit. We gaan door. Gio of Don? Ik denk Gio. Ik denk nog 100% Don. Echt? Dat moet, ja. Ik merk dat Gio echt de crème de la crème was. Nee. Gio heeft denk ik 12 mil of zo. Ik denk dat Don 20 heeft. Don heeft bijna, die heeft meer dan een stuk tv. Veel meer. Ik snap nu waar die Lambo van komt. Ja, hier. 20 mil! 20? Ik heb het goed gegokt en oh hij heeft 12. God. Hij heeft bijna gewoon het dubbele. Dat is echt insane. Wauw. Lekker bezig, Don. Ga zo door. PewDiePie of Mr. Beast? Ja, maar dat is toch makkelijk. Oh ja. Ja. Tuurlijk, Mr. Beast, 100%. Jongen, die krijgt echt 10 keer zoveel weergave per video als PewDiePie. Ook al upload PewDiePie iedere dag. Ik heb nog nooit zijn stats opgezocht. Volgens mij heeft hij, ik denk dat Mr. Beast iets van 300 miljoen heeft. Ik denk dat hij dan een 500 miljoen gaat. Echt? Ja, ik weet het niet hoor, maar ik Mr. Beast. Ik zeg PewDiePie voor deze, ik zeg gewoon PewDiePie. Mr. Beast. Hey! Nee, what? 580 miljoen. Ja, maar ik dacht van hij upload niet zo vaak en PewDiePie upload dagelijks. PewDiePie zit ook op 300 miljoen, wat is er gebeurd man? Hij is een gouden fit. Ja, maar hij upload volgens mij minder hoor. Ja, hij upload niet minder. Ik kijk niet zo vaak PewDiePie meer. De bakketjes of familie. Good Life. Good life. Rest in peace. Oh ja, die zijn oh nee. Oh, dat is sad. Dat is echt heel sad. Heel sad. Good Life, man. Good Life, 100%. 100%. Echt? Ja, die pakt altijd 10 miljoen per maand of zo. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee. What? De bakketjes. Ik ken de bakketjes. Ik ken dat kanaal niet. Het fout ons beide dubbel. Holy moly. 8 miljoen en ik heb nog nooit van ze gehoord. De bakketjes. Boas of Melk? Melk? Hoezo Nelk? Nelk, ja. Die heeft toch zo... Nou, alhoewel het boos is ook. Nelk is een Amerikaans kanaal voor de mensen die dat niet kennen. Ik kijk het zelf heel graag. Het is een aanrader. Ik vind het leuk om te kijken. Het is niet eens zo'n bekend kanaal hoor. Het valt best wel mee. Maar Nelk heeft denk ik iets van 20 mil. Boas heeft denk ik iets van 12 mil. 10 mil. Ik denk dat Nelk wel meer heeft dan 20 mil. Ja, Nelk heeft natuurlijk meer. Ja. Wauw, 5? Nee. Ja, maar, ze hebben echt een maand niet geüpload. Tuurlijk hebben ze 5. Nee, maar dat klopt alsnog niet. Ja, dat klopt wel. Ze hadden eens 30, maar ze hebben alweer... Ze 30? Ze hebben maar 2... Ja, ze uploaden nooit. Ze uploaden 1 keer in 2 weken of zo. Ja, en die haalt 5 miljoen, hè? Ja, oké, dat is waar. Damn. We gaan door. Jake Paul of Enzo Knol? Jake Paul Enzo Knol. Sowieso Enzo. Jake...
upload nooit. Ja, maar come on. Ik bedoel... Oké, ja, Enzo Knol. Enzo Knol heeft iets van 30 mil, Enzo ja? Enzo Knol. Enzo Knol heeft iets van 30 mil. Nou, ik ga voor Jake. Die heeft wel 50. Yes! Nee! Jij staat wel dik voor deze video. Oh, man. Jij wel veel meer goed. Ja. 41 miljoen! Enzo Knol, jongen. Dat is echt insane, joh. Echt Nederland insane. Is groter op YouTube-gebied dan je denkt. Vergeleken met internationaal. Als je beseft dat er maar 20 miljoen Nederlands sprekende mensen zijn op de hele wereld en 41 miljoen mensen hebben op het abonneerknopje gedrukt. Dat is zo insane. Nou, abonneerknopje, 41 miljoen. Of abonneerknopje, ja, wat ben ik dom. Hanwee of Calvijn? Oh, deze weet ik wel. Ik weet hem ook wel, Hanwee. Ja, Hanwee. Hanwee heeft inderdaad... Hanwee moet meer hebben. Dat is echt ziek trouwens, want Hanwee's eerste YouTube-appearance was bij Calvijn. Is dat zo? Volgens mij wel. Nou, nee, daarvoor maakte hij trouwens ook al video's. Het scheelt best veel inderdaad. Doet hij goed, doet hij goed. Koen of... Koen. Koen. Ja. Milan upload niet zoveel. Altijd Milan... nummer 1 trending, ja. Koen. Ja. Yep. Nou, wow, wat? Heeft hij maar 4 mil? Dat is echt gek. Ik dacht dat die guy wel op 10 mil zat. Dan wordt het niet veel terugbekeken blijkbaar. Want elke video wordt gewoon iets van 3 ton, 2 ton bekeken. Dan gaat iets fout. Dan gaat echt iets fout. Hoe vaak upload hij? Hij upload ook wel een paar keer per week, toch? 3 keer per week of zo. We gaan door. Tifu of... Don. Ja, dit is sowieso een instinker. Dus oh Don. Ja, Tifu. Don. Maar ik zeg Tifu. Nee! Jij fout Tifu bijna dubbel. Nee, ja, maar die doen waarschijnlijk niks. Ja, maar die streamen dus. Die werken een maand niet en alsnog klappen ze me dubbel. We gaan door. Stefan of... Shahid. Stefan de Vries. Shahid. Stefan de Vries. Wie zeg jij? Tegel, Tipo. Oh, nee. Sad. Ja, oké, nou. Wow, wel 6-9. Ik mag gewoon heel graag over die vent. Ik ook. Daarom stemde ik op hem. Let's go, we gaan door. Ik of Ronald? Deze lastig. Het is weer mijn mainkanaal. We weten nu inmiddels wat mijn mainkanaal is. Dat is 3, toch? 3.3? Ja, 3.3 of zo, ja. Ronald? Nee, 3.5. Wat heeft Ronald? Ronald zit ook altijd tussen de 3 en de 5. Ik weet het niet. Ik denk dat jij meer hebt. Maar, Volgens mij... Ik weet het niet. Ik zeg ik. Ik weet niet waarom. Nope! Toen net gingen we voor Jeremy, was ik het. En nu gaan we voor mij. En nu is het een andere. Get clapped on. Ja, 5 miljoen. Lekker bezig, Ronald. Je doet het goed. Be philosophy of... Acid. Acid. Sowieso Acid. 100%. Die is popping, man. Gaande. Be philosophy. Acid. Hey! Jij wint het zo dik! Ik win eens een keer. Nou, ik ben benieuwd hoeveel jullie trouwens goed hebben, jongens. Laat het even weten in de comments. En abonneer nou even op mijn kanaal. Doe het nou even. Op naar die 750k. Jaraski. Wat drinkt hij daar? Is dat... Dat is een Starbucks. Starbucks. Is die high clash. Ik dacht dat hij zo'n klokpilsje had. Dit is die high clash. Ja, maar dit, wat is dit nou? Hij heeft 100% echt wel 8 miljoen views toch per maand? Ja. Jaraski. Ja. Nee. Oh. Maar alsnog klapt die... Hij klapt me dubbel. Ja, hij wint. Hij klapt me dubbel. Tenzij we jouw kanalen bij elkaar optellen. Ja, oké. Nou ja, doet hij goed. Doet hij heel goed. Trouwens, abonneer op mijn tweede kanaal. Op naar de 2 ton. Yes, dankjewel. Hey! Oh. Deze heb ik. Dit gaat leuk zijn. Deze is leuk. Zij hebben ook al jaren niet gehad. Dit zijn twee dode kanalen, ja. Prankster, ja, deze heb ik. Prankster heeft bijna 1 miljoen abonnees. Jij hebt iets van 180k. 140. Jij hebt 30 dagen niet geüpload. Zij hebben... 2 jaar niet geüpload. Maar ze hebben 1 video gemaakt dat ze in een zwembad springen met cola en met dinges. En die wordt elke dag nog steeds wel veel bekeken. Ja, maar ik heb een keer een Minecraft video gemaakt. Die staat al op 500.000 views. Ja, maar jij hebt echt nog maar 3 ton views per maand. Je doet niks. Deze heb ik. Waarom klik maar op. Klik op. Ik zeg prankster. Sorry, Jeroen. Hij heeft hem. Hey! Ahoe! Je hebt hem ook. Oh, Damn. Oké. Supergaande of bankzitters? Supergaande is natuurlijk net weer bezig met uploaden. Yeah. En dat wordt goed bekeken. Maar bankzitters zijn actief en tijdactief. Ja, maar ze hebben ook nog maar iets van 3 video's geüpload of zo. Bankzitters hebben denk ik iets van 3-4 miljoen. En zij hebben denk ik 1 miljoen. Ja, opeens. Oh, ze hebben 7 miljoen? En 4. Oh, wauw. Meer dan verwacht. Wauw. Game Meneer of Glow Movies? Nou, ik zou zeggen Game Meneer. Glow Movies. Ik zeg Game Meneer. Ze hebben een 8-baan gebouwd. What? Baan. Don heeft nog maar 5. Wauw, ik dacht echt dat Don 10 had. Oké. De Game Meneer.
Ik kijk echt nooit meer stats trouwens. Ik ben er helemaal klaar mee. Echt, ik heb het 4 jaar lang checkte ik elke dag wat iedereen kreeg. En als ik dan minder had, dan dacht ik van fuck, ik ben irrelevant. Ik moet iets doen. En nu heb ik echt zoiets van boeien. Ik zie het oprecht ook steeds minder als werk YouTube. Ik doe het nu gewoon omdat ik het geinig vind. En als ik er geen zin in heb, dan doe ik het gewoon niet. Ja, same eigenlijk wel. Dat te merken. Dat is vaak wel een beetje gevaarlijk. Want als je er echt geen zin in hebt, dan stop je gewoon. Zoals jij. Ja. Ja, nee, ik doe gewoon. Ja, nee, wanneer ik zin heb om een video te maken, maak ik een video. Stuk TV of Face. Stuk TV. Geen Face en kanaal, dat weet ik niet eens. Ja, maar die uploaden volgens mij niet. Oh, 15 mil. 15 mil. Oké, we gaan door. Enzo Knol of Martin Garrix. Enzo Knol. Ja, maar hij doet liedjes. Liedjes die hebben heel veel replay value. Oké, Martin Garrix. Martin Garrix is volgens mij ook nummer 2 YouTuber van Nederland. Qua Nederlandse YouTube-kanalen. Er is nog eentje die erboven staat. Of hij staat op nummer 1. Staat Jelly erboven? Nee. Dat is gewoon echt met qua abonnees. Hij heeft echt iets van 50 miljoen abonnees of zo. Of weet ik veel. Maar Martin Garrix. What? Maar hij doet liedjes. Stream nu Animals nog een keer. Jongens, dit kan toch niet? Wat liedjes tegenover vlogs? Wat is dit? Dat is echt insane. Dream of... Oh, nee, maar dat is sowieso Dude Perfect. Die hebben miljoenen. Ja. Dream, ik ga tegen de stroming in. Oké, dat is sad, want dan sta je nog meer achter. Het scheelt niet veel. Het scheelt oprecht niet veel. Dude Perfect. Ga anders nog een keer pingpongballen in bekers gooien. Jesse Hoefnagels of Quinn. Wie de fuck is Quinn? Quinn. Ik ga voor Jesse. Yo, ik ga echt vandaag zo slecht. Hey! Zo slecht. Ik ben echt niet goed mee. Oké, we gaan door. Man. Wie zijn dit? Oh, wacht even. Sophie of Jultje? Upload Jultje. Sophie. Zeg Sophie. Ik ga ook voor Sophie. Ja hoor! Oh, ik heb meer fout dan Jultje. Jij fout ze beide bijna dubbel. Nee, Sophie fout mij dubbel, helaas. Ja, het scheelt niet veel. Hoezo hebben al die mensen zo weinig views? Jongen, die staan serieus. Vroeger, dat is best wel een geinig ding. Vroeger zaten alle vrouwen juist op YouTube. Werden ze heel goed bekeken op YouTube. En je ziet nu dat echt al die vrouwen naar Instagram zijn geshift. En dat ze daar hun werk van hebben nu. Hè? Yeah. Vroeger toen kon je alleen leven van YouTube. En vroeger kon je nooit leven van Instagram. Nu inmiddels verdient Instagram supergoed. Ik verdien echt bijna geen reet met Instagram. Omdat ik het ook... Ik wijs ook heel veel dingen af van Instagram. Van Instagram echt niet leuk voor campagnes. Ja, maar jij bent ook niet zo'n fashion persoon. Ik ben ook helemaal geen fashion persoon. Dus ik doe heel weinig ook met Instagram. Maar Instagram, jongens, daar zit het geld. Dus investeer al je geld in Instagram. Dit is geen financieel advies. Het is het wel. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Heb je nog iets te zeggen? Abonneer op mijn kanaal. Au! Heel grappig! Ik heb geen plezier in mijn werk.